Hoe worden wij gezien door de buitenwereld? Het onderdeel van de samenwerking heeft elke dag aandacht nodig. Hier laten we zien wat mensen wel kunnen. Ik ben Eelco Dame, ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van Kordaan. Kordaan is een zorgorganisatie in Amsterdam en omgeving. Voor ons is deze plek belangrijk omdat de Hermitage vroeger ons oudste verpleeghuis was. Vanuit Kordaan gezien en vanuit de zorg gezien is het belangrijk dat we laten zien wat de talenten zijn van mensen met beperkingen. Laten zien wat hun kwaliteiten zijn. Meestal gaat het over wat mensen niet kunnen. Hier laten we zien wat mensen wel kunnen. In de samenwerking heb ik geleerd dat anderen veel meer weten dan je zelf weet. En met hele verrassende nieuwe inzichten kunnen komen. Als je met z'n tweeën of met z'n drieën inzichten bij elkaar brengt, weet je veel meer dan wanneer je het alleen doet. Geld is in samenwerking ook van belang. Je moet met elkaar het eens worden over hoe je het financiert. Wat we hier ervaren is dat we een resultaat hebben behaald met die samenwerking, maar die samenwerking moet ook onderhouden worden. Dus dat is sowieso al van belang. Je moet met elkaar blijven denken over nieuwe mogelijkheden. Dat hele idee van samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en wat die ouderenzorg doet, dat is helemaal nog niet verkend. Dus ik denk dat er nog een wereld te winnen is. Ik ben Hans Looyer, directeur van het Dolhuis Museum van de Geest in Haarlem en het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam. Ik ben al een tijdje betrokken bij de Outsider Art Galerie van Kordaan. En die Outsider Art Galerie die was altijd al gevestigd eigenlijk op hetzelfde terrein bij de Hermitage. Nou ja, dat wilden we op een hoger plan brengen en zo kwamen we bij Katelijne Broers. En daar ontstond het idee om een tentoonstelling van Outsider Art te maken in de Hermitage. De musea werken altijd samen. Je werkt samen op het gebied van bruiklenen, collecties, experts. Je probeert met het publiek samen te werken, je werkt met de pers samen. Iedereen was natuurlijk enthousiast hier, maar vragen ook nog wel veel van mensen. We hebben nu opeens twee musea, we hebben niet opeens dubbele staf. Ik heb denk ik veel geleerd van helemaal uitzoomen, een stap terugnemen. Van hoe worden wij gezien door de buitenwereld? En niemand is bezig om zijn of haar merk meer op de voorgrond te zetten. Iedereen gaat uit van de inhoud. En daar vinden we elkaar, daar versterken we elkaar. En doen we meer dan we elk afzonderlijk hadden gekund. Mij is afgeraden om dit te doen. Iemand zei tegen mij, dit leid je alleen maar af. Die persoon zei, dit moet je absoluut niet doen. Ik zei, nou, ik ga het wel doen. Ik ben Katelijne Broers en ik ben directeur van de Hermitage Amsterdam en de Nieuwe Kerk. Amstelhof, het gebouw waar wij in zitten, dat was van een zorginstelling Kordaan. Zij hadden weer contact met het Dolhuis in Haarlem en zo zijn drie partijen eigenlijk bij elkaar gekomen. Voor de Hermitage is het een hele mooie, bijzondere samenwerking waarmee we ook voor de bezoekers van de Hermitage moderne hedendaagse kunst kunnen laten zien. Voor een goede samenwerking is in ieder geval vertrouwen nodig, een hoop energie. Een gevaar bij samenwerken is als je natuurlijk het gemeenschappelijk doel uit het oog verliest. Het onderdeel van de samenwerking heeft elke dag aandacht nodig van alle partijen. Ik denk dat samenwerken ook nog veel meer kan betekenen doordat je of gebruik gaat maken van elkaars faciliteiten of van elkaars collectie. En dat meer bezoekers niet altijd een doel is, maar wel efficiëntie of verrijking van het aanbod wat je het publiek gaat bieden. Ja, en we kunnen de samenwerking die we hebben ook altijd nog weer verder uitdiepen en kijken wat we nog meer met elkaar kunnen doen.